Barbecue is what we do. Even kijken. Oh, hi. Ja, hey, wat leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Rinus Poot en we gaan vandaag wat overheerlijks maken, want de feestdagen zitten eraan te komen. Sinterklaas is natuurlijk al in de stad. Dus we gaan bij elkaar zitten borrelen. Dus waarom zouden we niet eens een keer een overheerlijke pinwiel borrelplank maken met allerlei lekkers als buffet en chimichurri? Maar goed, dan moeten we eerst de barbecue voor aansteken, dus laten we beginnen. Zo, zetten we gelijk het houtskool erbij. Ja, we gaan vandaag aan de gang met de Kamado, want we willen meerdere technieken gebruiken. We gaan namelijk bakken en roken. En daarom delen we hem ook anders in als normaal. Aan de linkerzijde wil ik namelijk een grotere temperatuur hebben als aan de rechterzijde. Dus ik neem de deflectorplate die we normaal voor indirect gebruiken. En deze zet ik rechtop in het vuur naast mijn kolenscheider. Dan husselen we alles even door elkaar en zetten het een beetje klem met het houtskool. Dan steken we meteen het resterende houtskool in de fik. En hier bovenop stapelen dan wat extra grote stukken. Deze Aziatische eucalyptus is vrij neutraal en geeft een mooie hoge temperatuur. Dit is vergelijkbaar als acacia en is met de hand geselecteerd op het formaat. En weinig vonken, en dat vind ik wel fijn, anders heb je allemaal as op je eten straks. En op deze manier heb je rechts dus echt een koude zone. We gaan het straks even meten, maar ik denk dat er wel 60 graden verschil in zit. En dit temperatuurverschil hebben we ook echt nodig als we links onze bladerdeegrolletjes willen bakken en rechts onze buffetrolletjes langzaam willen garen. Kijk, daar hebben we dan ons overheerlijk stukje buffet. Een trendy buffetje, want iedereen is hier natuurlijk gek op. En zeker met deze marmering. Dit is er een van een kilootje en het is van het Holstein ras, grasgevoer. Even een halve meter buffet. Ja jongens, gaan we eerst maar eens even kijken waar dat hij zit. Daar hebben we dan onze koe en buffet is dus een stukje werkvlees. En iets steviger qua structuur als bijvoorbeeld de picanha of een ossenhaas. Maar daarentegen wel veel meer smaak. In de slagerswereld is er ook gewoon veel verwarring en zeker met al die namen. Deze heet dus ook vinkelap of ook wel maanvlees genoemd. En deze naam komt gewoon weg omdat hij op een maan lijkt. Ja, dit is toch echt een prachtig stukje vlees van Meatmarket.online. En ik mag echt zeggen, kijk eens wat een marmering daarin zit. Ja, dit kun je toch eigenlijk normaal niet verwachten van grasgevoerd vlees. Dit is echt topkwaliteit. Nou, voor de borrelplank willen we dus pinwheels maken. En ik ga meerdere soorten maken, ook van bladerdeeg zometeen. Maar allereerst moeten we deze even vlinderen, want in het midden is hij dus te dik. En als we die dus nu vlinderen, hebben we dus twee mooie, dunne, grote lappen die we zometeen dus op kunnen rollen met chimichurri. Je wil dus meerdere rolletjes hebben en dat is voor de garing beter als ze allemaal even dik zijn. Nou heb ik dus een hele lange lap. Als ik die oprol, krijg ik dus een hele dikke rol. En hier heb ik dus een halve lap. Dus wat we nou doen, we snijden hem eigenlijk gewoon doormidden, zodat we drie gelijke lappen hebben en zometeen dus ook gelijke rolletjes. Dan heb ik hier een huisgemaakte chimichurri. Deze heb ik een beetje op gevoel gemaakt. Vinden jullie het nou interessant te weten hoe je dit zelf maakt? Geef het even aan in de comments. Ga ik die van de week uitwerken en dan kan ik jullie een receptje geven. Dan zijn de rolletjes klaar. Ik heb de touwtjes omheen gedaan. Bij pinwheels horen eigenlijk kruiseling stokjes erin. Maar dat doe ik vandaag niet, want ik vind dit gewoon wat handiger. Je hoeft eigenlijk alleen een touwtje door te snijden en een smikkeling zo naar binnen. Nou, dan heb ik hier een rookplankje. Daar leggen we ze dus nu allemaal op. Ja, misschien nog wel een leuke handige tip. Ik heb hier een beugeltje voor mijn thermometer. En daardoor kan ik, als ik erop tik, dan beweegt hij en dan slaat hij eraan. Kan ik zien wat de buitentemperatuur is. Dus dat is zeker handig. Gaan we even meten op het rooster en op de steen of de temperatuurverschil zit in de Kamado. Dan kijken we gelijk even op de pizzasteen en dan zie ik ongeveer 176 graden. En rechts op het rooster, waar die dus kouder zou moeten zijn, 123. Op deze manier krijg je een mooi groot verschil in je zones en kunnen dus je pinwiels er alvast in. Oh ja, ik gebruik vandaag geen rookhout, want dat vind ik niet zo lekker bij mijn bladerdeeg. Trouwens, die kersen rookplank, ja, dat gebruik ik om wat makkelijker te kunnen bewegen. Je legt ze er allemaal in één keer op, je gooit ze erin, je pakt ze er één keer uit. Is gewoon handig. Is niet per definitie om te roken, want we zitten niet direct boven het vuur. Dus indirect, hij zal wel wat hebben rook geven hoor, maar niet zo heel veel. Normaal gesproken leg ik ze dus eigenlijk altijd droog rechtstreeks boven het vuur. Dan krijg je rook. Nat krijg je namelijk stof. Ik heb hier zo'n grote rol bladerdeeg gewoon uit de supermarkt.
en een overheerlijke mosterd waar honing doorheen verwerkt zit. Volgens mij is dit een Groningse. En het zoetje van de honing maakt het juist extra zacht. Wist je trouwens dat cheddarkaas uit Engeland komt en in grotten gerijpt wordt? Echt waar, dat is zo lekker. En wist je dat patronpepers van oorsprong uit West-Spanje komen? En uit het zuur is dat zo lekker. En wist je dat chorizo van oorsprong ook uit Spanje komt? Lekker kruidig en met een grove structuur. Oh, wat lekker. En dit is ook zo lekker. Basilicum komt van ouds uit de lipbloesemfamilie. Oh, heerlijk. En komt van oorsprong uit Centraal-Afrika. Maar joh, wat lekker. Oh ja, let even op. We gaan nu de basilicum half doen. Dat doen we expres. Want dan als we hem oprollen, zit hij eigenlijk alleen aan de buitenkant. Dit is trouwens wel even iets opletten geblazen. Probeer tijdens het oprollen in ieder geval niet die hele rol fijn te knijpen. Hou het een beetje luchtig. Dan gaat je bladerdeeg namelijk beter uitzetten. Wordt hij luchtiger en niet zo'n straffe hap. Dan neem je een heel smal en scherp mesje en ik neem daarvoor mijn fileermes. Anders druk je al dat deeg weer in elkaar namelijk, hè. En als je dan de losse puntjes van de rol afgesneden hebt, verdeel je hem in kleine rolletjes. En voilà, hier zijn uw rolletjes, ofwel de bladerdeeg pinwheels. En ik heb ze voor het gemak even op een bakpapiertje gelegd, want we moeten nog een beetje knoeien. Ik ga ze namelijk rondom insmeren met het eigeel. Ja, ik bedoel eigenlijk gewoon een gekleutst ei uit Barneveld. Barneveld, Barneveld, hey. Kijk eens aan, die zijn hartstikke mooi klaar. Gaan ze gelijk in de barbecue op de steen. Alle temperaturen staan goed. Ja, perfect. Met een beetje ruimte tussen de rolletjes, zodat ze nog kunnen groeien. En dan ook nog voldoende brandstof, kunnen we gaan sluiten. Ik heb trouwens de buffet pinwheels eraf gehaald. Die zijn gaar en liggen te rusten. We zijn nu een klein half uurtje verder, dus we gaan even kijken hoe die eruit ziet. Ik denk dat die gauw klaar is. We hebben hem net al een keer gedraaid. Dat heb ik onder 5 minuten ongeveer gedaan. Dus ik denk dat die eraf kan. Oh ja, kleine tip. Als je een pizzaschep moet kopen, koop er zo'n geperforeerde. Dan glijdt alles dan makkelijker af. Oeh, dat is lekker in je bakkes. Ja, de buffet die zat rond de 52 graden, dus ik ben ook erg benieuwd hoe die binnenkant eruit ziet. Ik wil dit namelijk niet te ver doorgegaard hebben, want mijn persoonlijke voorkeur is raw en dat is gelukt. Boah! En misschien wil jij eens iets verder gegaard hebben, dan laat je ze even liggen. Dit blijft gewoon weer een beetje persoonlijk, maar deze manier van garen vind ik gewoon zachter en voller van smaak. Ja, vier vrienden, kijk dan toch eens even een overheerlijke pinwheel borrelplank. Daarmee kun je je visite wel echt trakteren. Of gewoon natuurlijk zelf opeten. Vergeet trouwens niet even vragen te stellen over barbecuen als jij vragen hebt voor de Q&A van woensdag. Dan zit het er weer op voor vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Ik ga het even lekker met mijn maatjes dit heerlijke plankje opeten. En dan hoop ik jullie graag volgende week te zien. Net als elke week zeggen we dan eventjes abonneren, belletje voor wat leuks. Lekkere inspiratie. En ik zie jullie graag volgende week weer terug, jongens. Hezek verrek. Hey jij, hongerig dier, het is afgelopen hoor, maar volgende week kun je gewoon weer komen kijken. Woehoe, het kost niks.